Marin, gefeliciteerd. Je vierde WK-medaille. Ja, dankjewel. Een zwaar bevochten finale om brons. Ja, zeker. Ja, ik wist gewoon, zij is een super lastige dame om tegen te hierdoen, vind ik. En ik had natuurlijk in Boedapest had ik van haar verloren. Dus ik had wat recht te zetten. En ze is heel gevaarlijk met counters. En ik was er heel alert op. En ik was vooral heel pissig op mezelf dat, van die halve finale. En ik wilde het gewoon heel graag binnenslepen, dit brons. Dus ik ben blij dat dat gebeurd is. Je geeft al aan, moeilijke halve finale. Hoe pep je daarna op om toch die strijd om brons aan te gaan? Nou ja, ik was gewoon boos en dat heb ik goed kunnen omzetten. En boos zijn met en wel je kop erbij houden. Maar die boosheid gewoon gebruiken om die partij binnen te slepen. En als het dan golden score wordt, dan denk ik, hier ben ik voor gemaakt, dus laat maar komen. Ja, want je hebt vandaag een aantal golden scorers gehad. Twee toch? Valt mee. En volle wedstrijden uitgespeeld? Ja, klopt. Ja, dat hoort bij mijn judo-stijl. Dit is jouw 8e WK, 4e medaille. Hoe is dat? Ja, dan besef je wel dat iets is wat niet normaal is eigenlijk. En daar ben ik wel heel trots op. En ik had echt heel graag in de finale willen staan. Maar desalniettemin is een 4e medaille op een WK super mooi en knap. En daar ben ik wel blij mee. Nogmaals gefeliciteerd. Ga ervan genieten. Dankjewel.